De Rotary Suriname heeft in 2020 een langdurig project geïntroduceerd, namelijk het Childhood Obesity Prevention Programma. Als onderdeel van dit programma organiseerde de Rotary Club Paramaribo Central op maandag 18 oktober een publieke lezing getiteld Plant wat je eet en eet wat je plant. Deze activiteit stond in het kader van de Wereldvoedseldag op 16 oktober jongstleden. Diëtiste Cindy Jane Wezenhagen geeft meer informatie hoe met gezonde voeding obesitas te voorkomen is bij kinderen. Er zijn veel kinderen die geen of weinig bewegingen krijgen. Misschien omdat het niet veilig is in de buurt om op straat te spelen. Maar natuurlijk moeten we het probleem van de devices en tv niet onderschatten. Gemiddeld zijn dat kinderen gemiddeld 3 uur of meer naar tv kijken. Het gamen natuurlijk. En het gamen is niet alleen maar dat, heeft niet alleen tot gevolg dat daardoor kinderen misschien minder bewegen. Maar het kan ook het voedingspatroon beïnvloeden doordat ze onregelmatig gaan eten en dan zo in die game bezig zijn dat ze vergeten om een bepaald tijdstip te eten en dan achteraf gaan inhalen en dan gaan snacken. Dus het heeft tot gevolg dat kinderen minder gaan bewegen, maar ook dat het hun voedingspatroon, hun eetpatroon negatief beïnvloedt. Kijken we even naar de volgende slide, naar andere risicofactoren. Dus voeding en beweging zijn natuurlijk de hoofditems als het gaat om het risico op overgewicht. Maar de omgevingsfactoren moeten we niet onderschatten. Veel kinderen gaan, zeg maar, worden na school opgevangen door opa en oma. En opa en oma willen het kind verwennen door het allerlei lekkers te geven. Kinderen die inderdaad misschien bij opa en oma of bij de oppas warm eten en daarna naar huis gaan. Daar ook weer warm eten, dus 2 warme maaltijden per dag, waardoor de calorieinname nog hoger wordt. Veel ouders die meerdere banen hebben, hè, dat is de economische situatie op dit moment. Ouders die weinig thuis zijn en enerzijds geen toezicht houden, of er is weinig toezicht op het kind, waar het kind allemaal eet. Maar anderzijds, ook worden kinderen soms verwend. Zeg maar door het gebrek aan quality time worden kinderen op die manier verwend door ze lekkers te geven, door ze snoep te geven. Psychologische factoren natuurlijk, als er veel stress is, kunnen sommige mensen dat wegeten. Dat gebeurt soms bij volwassenen, soms ziet het kind dat ook. En natuurlijk de voorbeelden die worden gegeven thuis. Weet je, is het kind in de omgeving waar het goede voorbeeld wordt gegeven? Of eet iedereen thuis voor de tv? Of is het de bedoeling dat het kind, 1 kind op dieet is, zoals het vaak wordt gezegd, maar de rest eet gewoon mee. Dus het is heel belangrijk dat de omgeving van het kind in lijn staat met, zeg maar voor die gezonde voeding. De sociaal-economische factoren zijn natuurlijk ook belangrijk. Sommige mensen hebben gewoon een heel beperkt budget en kunnen dan niet alles kopen wat ze zouden willen kopen. Kiezen voor voedingsmiddelen die veel calorieën hebben of die goed vullen en niet per se altijd de gezonde dingen zijn, de gezonde producten. Volgende slide, waar moeten we naartoe? Ik heb het ondergebracht in eigenlijk 3 hoofditems. We moeten de calorieinname beperken van deze kinderen. Natuurlijk minder gesuikerde dranken, minder suiker, minder zoet, minder vet. En wat ook belangrijk is, zijn de portiegroottes. Een kind bij elke leeftijd en lengte hoort een bepaalde hoeveelheid calorieën die een kind nodig heeft. En zeg maar, kinderen zouden kennis daarvan moeten krijgen van oké, wat is goed voor mij? Hoeveel calorieën, hoeveel rijst, groente, etc. heb ik per dag nodig? Verder is het heel belangrijk dat kinderen meer groente en fruit gaan eten. Ik zei het al, als mensen dat leren om zelf te planten, kinderen bijvoorbeeld, maar ook het hele gezin, kan dat bijdragen aan minder overgewicht. En natuurlijk meer bewegen. De richtlijn voor kinderen is minimaal 1 uur per dag bewegen. Beweging hoeft niet per se intensieve sport te zijn, maar gewoon lekker buiten spelen. Zoals we vroeger Jules speelden en Ella speelden, moeten kinderen ook steeds meer buiten gaan spelen. Dat kan men doen door bijvoorbeeld regels te stellen voor hoe lang een kind op een device mag spelen per dag. En wat heel belangrijk is, daarmee wil ik afsluiten, is dat het niet alleen om het kind alleen gaat. Het is heel belangrijk om het family-based te doen.
society-based. Ja, dus ook de school-feeding programs zijn belangrijk. Dat het kind ook op school al leert van wat is gezonde voeding. Maar ook het hele gezin moet daaraan meewerken. En natuurlijk hebben we ook de, maar dat is een groter punt, ook vanuit de overheid ondersteuning en misschien zelfs wetgeving, de voedingsmiddelenindustrie. Maar het is in ieder geval een groot probleem dat zeer zeker aangepakt moet worden, zodat we naar een gezonder Suriname toe kunnen gaan. Dank u wel.